Ik ben in Veenendaal bij Het Mozaïek. Dat is de school waar Manon Coenraad op zit. En Manon Coenraad zit niet alleen op Het Mozaïek, maar ook nog eens op paardrijden. En ze heeft een probleem met paardrijden. Ik ben op zoek naar Manon Coenraad. Manon Coenraad? Ik ben op zoek naar Manon Coenraad. Manon Coenraad. Nee, die zit hier niet. Weet je ook in welke klasse zit? Ja. Hier. Goedemorgen, mag ik binnenkomen? Juist. Hallo allemaal. Luister eens allemaal. Ik heb een brief van iemand gekregen die ons gestuurd heeft, want die heeft een probleem. En die wil ik eigenlijk heel graag een beetje gaan helpen. Jij bent volgens mij Manon. Hallo Manon, ik ben Ron Boshart. Ga staan. Hé, luister eens Manon. Jij hebt een probleem met volten. Wat is precies volten? Dat is een rondje rijden. Even op de rug van de juf. Ja. Kom maar onderturf je dan, hè. 1, 2. En laat eens zien wat je probleem is. Ja, oh, stop maar, stop maar. We hebben het gezien. Je zou eigenlijk daar les van iemand willen hebben, toch? Van wie dan? Ankie van Grunsven. En Ankie van Grunsven kan verschrikkelijk getreden zijn. En dat is dus voor Ankie van Grunsven een gouden medaille. Neem even afscheid van me. Ik zeg hem wel vandaag. En als jullie een probleem hebben, schrijven. Dan haal ik je ook uit de klas. Dag! Hoi. Dus Manon, Ankie van Grunsven, hallo. Hoi. Je hebt een probleem toch, hè? Ja. Vertel even wat je probleem is. Ik kan de volters niet goed. Je kan je volters niet goed? Nee, ik heb al 4 wedstrijden gehad en elke keer maak ik ze te klein. Zullen we ons even omkleden dat we naar beneden gaan? Ja, dat is goed. Nou, ja. Zo. Misschien is het handig, Manon, dat je eerst even Ankie laat zien waar het probleem zit. Manon, doe maar een klein stukje draven. Heel even kijken of dat makkelijk gaat. Als je nu kijkt, dan is het binnenvoorbeen van de pony. Als die naar voren gaat, dan gaat Manon staan. Zie je dat? Ja. Nou, eigenlijk moet het andersom doen. In principe, als het paard zo doet, dan moet jij omhoog gaan. Ja. Nou, dan doe je dadelijk bij E een grote volte maken. Ja. Het heeft mooi de handen rustig en de benen rustig. De bedoeling is dat de volte moet dus echt een soort van ronde zijn. En ze draait eigenlijk, voordat je nu ook, daar draait ze weer af, dan haalt ze weer de muur niet. Kijk. Dus daar gaat het mis. Ze moet echt de muur raken? Ze moet echt de muur raken. Ah. En dan moet ze hier, het is een beetje een ei nog. Wat doet ze nou precies fout? Ja, zal ik doe je heel even wat punten aangeven. Je maakt een beetje zo'n volte in plaats van een ronde. Van een ronde, en dan kun je beter van B zo een beetje naar de R toe. Hè, toch zeg ik? Ja, een beetje dan zo hier. In ieder geval hier uitkomen, hier waar je nu bent. Ja. Zal ik er anders even blijven staan? Dat is goed. Dat ik bij het kruis sta. Ja, en dan een beetje zo. En dan... ja, voor het deurtje, hier. Hier moet je tegen de muur aanrijden. Ja. En dan hier, pas weer, ga je draaien. En dan ga ik hier staan. En dan rij jij weer hier om mij heen. Ja, wij zijn het merk van het zeggen. Ja. Kom op, Manon, je kan het. Goed, zo. En om mij heen. En dan weer net iets voor B op toepak. Om Ron heen, hè. Niet meteen aan. Nou, dat ging goed, toch? Nou was het helemaal goed. Ja, nou kijk, als wij daar niet als paal staan, of het toch nog gaat. Kom aan, Manon. Ja, precies. Maar je kan wel zien dat ze nu pakt ze echt de ruimte. Ja. En als ze daar maar aan de muur komt, dat is eigenlijk het belangrijkste. Want dat ging net het meest mis. Nou, dat is super. Kom anders maar even erbij, Manon. Wij vonden het heel goed gaan. Maar wat vond je er zelf van? Ook goed gaan. En weet je wat je doet de volgende keer als je weer een wedstrijd hebt? Dan doe je maar alsof Ankie en ik erbij zijn. Dat wij dan weer even, als paal daar in het midden staan. Dat wij als paal daar staan en ik rij maar om je heen. Ja, weer het probleem opgelost.